De dambreuk van morgen te Allianz in Kommewijnen is hersteld door een hulpdam te bouwen. Aan onze redactie zegt districtscommissaris van Kommewijnen Mohamed Safiq Rajab meteen in actie te zijn gekomen na de melding. De burgervader geeft een uiteenzetting van wat er zich heeft afgespeeld vanmorgen en wat hij heeft aangetroffen. Vanmorgen heb ik een bericht gehad in de vroege ochtend 5 uur dat de Allianz onder water is gelopen. De kampong, dat is het woongebied van Allianz, Plantage Allianz. En nadat ik hier ben gekomen, zag ik al die huizen onder water. Je kan zeggen aan de linkerkant van Allianz. Dus een deel is wel bespaard gebleven, een deel onder water. En huizen hebben zeker 1 meter water, veel materiële schade. Maar ik probeer nu ad hoc een aanwezige machine hier te vragen. En ze zijn al bereid, ze zijn al bezig te werken om het issue wat er hier hapert om die dijk te verhelpen. Dat straks de volgende springwater het niet overloopt naar de woonwijk meer. We hebben de sluis opengemaakt en nu wordt er met man en macht gewerkt om dan de schade te beperken. Rajab geeft verder aan wel op de hoogte te zijn geweest van een verhoogde waterstand en dat er vanwege wat administratieve zaken in het gebied Allianz later zou worden aangepakt. Er is een inventarisatie gepleegd van de schade bij de bewoners, zegt de DC. PCR in stelling gebracht, ze zijn nu onderweg. En ik heb ook administratief wat zaken meegenomen waar de materiële schade van hen is. En natuurlijk moeten er zeker levensmiddelen komen voor die mensen, want het is eigenlijk in een kleine tijd het hele woonwijk onder water gelopen van de linkerkant, waar die mensen in die kampen wonen. Ja, ja. Heeft u ook de kans gehad om met het ministerie van Openbare Werken te checken? Ik heb al met OW en LCC ook gecheckt. Zij hebben al de aannemer opdracht gegeven, heb ik begrepen. En ze zijn nu bezig hout in te laden en een machine. En er moet een machine met een ponton naar binnen komen. Maar dat zal dan in de middag moeten gebeuren. Maar ik heb gelijk ad hoc een besluit genomen. De aanwezige machine nu al opdracht gegeven. Om dan de schade te beperken. Want de eerstvolgende springvloed begint al over een pakweg 3 of 4 uurtjes. Ja. En 7 uur zal in de avonduren de max bereiken. Dus daarom proberen we met man en macht een dam als noodhulp te plaatsen. Samen met de medewerkers van Allianz heeft de districtscommissaris getracht de hulpdam binnen korte tijd op te zetten. De komende uren wordt deze dam in de gaten gehouden vanwege de vloedstand in de rivier.